Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video van Arno Malone. Vandaag staat de Crossbar Challenge op het menu. En we hebben geen hol op het gewone plein, dus we gaan voetballen op het officiële plein van KZK Dentrem, vierde provinciaal of derde provinciaal. We spelen met Kian Willeville, we staan hier geparkeerd met zijn auto en het is dus de Crossbar Challenge. We gaan eerst elke keer 5 keer schieten. Wie dat er het meeste crossbar raakt, in de eerste keer 5 keer heeft dus een voorsprong en dan zien we wel wat er gebeurt. Het is elke 5 keer en we gaan wel zien wie dat het meeste raakt. Heeft Kjell begint met het begin. Was het goed? Hopelijk is zijn tweede keer beter. Ik ben er godverdomme zeker van. Kjell nog ooit heeft de crossbar niet geraakt. Het is nu zijn 4e keer, heeft nog 2 kansen en dan zien we of dat het lukt om hem toch minstens 1 keer te raken, maar het is wel spannend. Dus Kjell, het is nu jouw 4e keer. En hij schiet. Maar... Zonder te kijken erop, oké. Okay. Hoe voel je naar de nul? Naar de nul of ja, ik ga je nu filmen. Ah, het is nu aan Arne voor zijn crossbar challenge. Zal het hem lukken voor van de 11 meter op de lat te schieten? Oeh! Zijn tweede kans op doel. Wat doet hij? En die trapt er hij ook niet op. Derde kans op doel. Daar gaat hij. Hij neemt een aanloop en hij legt de bal ietsjes verder. Oeh, bovenkant van het doel. Dit scheelde echt niet veel. Nu gaat hij hem raken, zegt hij. Oeh, 4e kans ook gemist. Dat wil dus zeggen, als hij de volgende ook mist, dat we op een ex-aequo stuiten, dames en heren. Ja, en dat was kans 5. Helemaal. Het was een slecht begin, maar het zou wel beter gaan, want ik weet nu de tactiek en al. Ja, het is nu de 1e keer van de 2e keer. Dat Kjell probeert, dames en heren. Dus ja, eerste poging van de 2e keer. Allebei 0-0 na elke 5 kansen. Kjell schiet. En die raakt hem! Hij raakt hem, het staat op camera. Kjell raakt hem, nog 4 kansen en Kjell staat 1-0 voor. Dus nu nog 3 kansen voor Kjell en staat nu 1-0 voor Kjell. Oh, bijna. Hij legt de bal mooi neer. Je gaat schieten. Met 1. Laatste kans voor Kjell Milleviel. Oh! Maar ik kan hem snel, hè. Ja. 2e keer 5 kansen. De 1e kans voor Arne. De 2e kans. 3e kans op doel. Hij berekent zijn doel. Excuseer me voor de vingers die in beeld kwamen. Maar dat zou Arne eruit snijden. En die zit er ook niet op. Het stof komt van het veld. Gelukkiger voor jou. Oeh, juist over de deklat. Nog 1 kans. Ja. Juist over de deklat. Helaas, dames en heren. 3e poging, 1e kans, Kjell. Oh, nog 4 kansen voor Kjell Milleviel. Oh, 3e kans en... Ah, hij raakt hem! Hij raakt hem, 2-0 voor Kjell. Hij raakt hem! Het heeft niet gedaan voor Kjell. Met de 2-0 voorsprong, Kjell. Hallo iedereen, nu komt de laatste kans voor Kjell. Hij staat 2-0 op voorsprong. Hij staat dus 2-0 voor en nu is de allerlaatste kans. Als jij nu nog een keer weet te scoren, dan is het echt wel heel moeilijk voor mij om hem nog in te halen eventueel. Maar ja, we zullen zien hoe dat hij hem ervan afbrengt. Laatste kans. Oh, het is afgelopen voor Kjell. Hij wist 2 keer te scoren tussen 15 kansen. En nu komt er nog 1 ronde voor mij en dan zien we wie dat er gewonnen heeft. Maar Kjell staat nu wel 2 doelpunten voor op voorsprong. Denk je dat je gaat winnen? Technisch gezien is het mogelijk. Ik ga nog niet beslissen, want het baltje is rond. En ik ben heel trots op mijn
prestatie als toch wel niet professioneel voetballer, aangezien ik het anders gezien had 2 jaar geleden. Hier een auto op het veld. Er rijdt een auto op het veld, kom aan. We gaan hem nog allemaal meemaken. Dat is toch niet normaal, dames en heren. En die gaat er juist over. En nu is het voor de race, ja, Arne, kom aan. Oeh. Nu. Nog. Juist over het doel. En hij heeft nog 2 kansen, dus hij moet 2 keer kunnen trappen om mee te kunnen evenaren, dames en heren. Ja, de 4e kans. Oeh! Dat wil zeggen dat Kiel technologisch gezien al gewonnen is. 10e kans op het doel. Hij heeft nog altijd geen lat geraakt. En dat komt er nu ook niet van. Zo ziet u maar, talent kluipt uit de kleine voetjes van Kiel Mellenville. Kiel heeft besloten om nog een extra nonneke te doen. Hij staat dus 2-0 voor. Maar nu zijn het echt wel de allerlaatste 5. Kiel kan zijn voorsprong verder uitbouwen. Nou ja, hoeveel dat hij wil. Hij kan 7-0 eigenlijk voorstaan nu als hij ze alle 5 binnen raakt. Dus we zullen zien hoe Kiel het er nu van afbrengt. Kiel, de eerste poging van de allerlaatste keer. Oh, bijna. Dus hij staat 2-0 voor tegen mij. Nog 4 kansen te gaan met de 2-0 voorsprong. Kiel schiet. Nog 3 kansen. Kiel staat 2-0 voor. Och, hij raakt bijna. Nog 2 kansen. Kan hij zijn voorsprong nog uitbreiden? Hij schiet. En hij raakt hem. En hij raakt hem. Hij raakt hem weer. Het staat 3-0 voor Kiel. Wat een afgang voor Arne Malone-Rose. Kijk naar een Maradonnetje erbij. 3-0 voorsprong voor Kiel Mullenville en de allerlaatste kans. Oh. Kiel, je hebt gewonnen. Niet normaal, niet normaal. Ja, ik dacht, we pakken gewoon die kans. Ik trap hem los op de doel en ja, ik raak hem 3 keer. Dat is ongelooflijk, dames en heren. Je hebt gewonnen, Kiel. Hoe voel je jou nu? Ja, ja, toch wel. Het is toch wel hetzelfde gevoel, net alsof je de Champions League wint. Winnen tegen Arne Rose, dat is maar 1 keer in het... Even universum dat kan gebeuren. Ik ga hem nu random op de lat trappen. Dus ja, dames en heren, ik ben heel blij.